voorzitter bent van de nieuwe Plusbus erop uit. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben jaren geleden al begonnen als chauffeur bij de boodschappen Plusbus in de stad Utrecht. Bij toen Stade, nu in Centraal. En op een gegeven moment kwam ik in contact met Bert Knijf. En toen heb ik gevraagd, joh, als er nog eens een ritje ervan in Vleuten de Meren te doen is, wil ik wel graag meedoen. En uiteindelijk ben ik door Bert Knijf gevraagd, wil jij dan voorzitter worden? Ik zei, nou, als iedereen er zo in gelooft, dan ga ik het doen. Hoe vaak maakt u een ritje met ze? Ja, dat was een van de voorwaarden om voorzitter te worden, dat ik wel mocht blijven chauffeuren. Nou, dat is gemiddeld bij de 2 tot 3 keer in de maand. Onderweg een kopje koffie drinken. Dan nog ergens een boterhammetje of een uitsmijter of wat anders eten. Heel gezellig. Mensen zijn altijd leuk, altijd vriendelijk. Sommige ritten worden zelfs luid gezongen achter in de bus. Dus ja, wat wil je dan nog meer? Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik ben een deelnemer, ik ben een gast, zoals ze het nu noemen. Sinds 8 jaar bijna. Met volle plezier, veel tevredenheid. Ja, ik ga graag mee. Waar gaat u allemaal mee naartoe? Winkels, vooral alleen winkelen, zonder echtgenoot. Naar musea, naar het strand, heel graag naar het strand. Maar een rondrit op zondag naar de bossen en samen een pannenkoek eten of gewoon een soepje eten ergens. Dat is gewoon ontzettend genieten. Ik begeleid de mensen, dus ik help ze met boodschappen dragen, met naar het toilet als het moeilijk is, een rolstoel duwen, rollator. En een jas die als koud is en een paraplu erboven als het regent. En heeft u een sleutel bij u als we weggaan, moet u misschien nog even naar het toilet. Al die dingetjes die dan lastig zijn als je onderweg bent voor een lange rit. Mijn moeder is niet verleden, toen denk ik dat ik nu niet meer voor mijn moeder kan doen. Ga ik namens haar, voor haar, ga ik voor andere mensen doen. En het geeft zoveel vreugde. Bent u een gebruiker van de Plusbus? Al een paar jaar en ik heb er ontzettend veel plezier van. Ik loop al een aantal jaar met de rollator. Ik word gehaald, gebracht, thuisgebracht. Ze geven je een arm. Het sfeertje is heel erg leuk. Je gaat al die mensen leren kennen. En ook alle seizoenen is zo mooi. Als je in het voorjaar zit en ze gaan al die weggetjes binnendoor, dan zie je al de lammetjes weer. Je ziet de bloesem komen. Je ziet alle boerderijen. Want als je altijd autosnelweg doet, ja, dat is natuurlijk heel eentonig. En dan kleine dorpjes, denk je, oh ja, dat is daar. En dat heel boeiend, ja. Wat betekent de bus voor u? Geluk. Ja, dat is echt waar. Ja. Hoe vaak rijdt u de bus? Ik zelf rijd dus 2 weekenden in de maand. En dat komt omdat dan mijn vrouw werkt, dan heb ik wat te doen. Oké. Ben je dan als chauffeur de enige vrijwilliger of zijn er nog meer op de bus? Nee, we gaan altijd met z'n tweeën op de bus. Dat is dus een gastvrouw of gastman, want die hebben wij ook. En dan de chauffeur. En de chauffeur die helpt meestal met het inladen van de rollators, de rolstoelen. Het uitladen van de hulpmiddelen die de dames en heren nodig hebben. En ja, zo doen we het met z'n tweeën een gezellige dag uit voor de dames en heren. Ik ga mijn rit maken voor City Plaza. En ik ga nu zo meteen de gast ophalen. Oké. Met deze bus? Met de boodschappen, met de Plusbus erop uit. Ja, ik moet nog even wennen aan de nieuwe naam, hè. Gaat u vaak mee? Nou, gemiddeld toch wel 3 weken, hè? Regelmatig toch wel. En merendeels altijd met Nel, mijn kaartvriendin ook. Ja, eigenlijk zo vaak dat ze tegen mij zeggen, ben je wel eens een keer thuis? Gisteren zei iemand, joh, en wanneer ga je? Je gaat iedere keer uit eten ook. Dus wij hebben zo'n goed leven. Moet je horen, je wordt voor de deur gehaald en je wordt weer thuisgebracht. Het is toch allemaal fantastisch.